Ik ben Stan, ik ben 16 jaar en ik werk bij Unity 99. En wat doe jij bij Unity 99? Ik help met lessen bij de Jiu-Jitsu kinderen en bij de Budo kinderen. En ik help met de zaal schoonmaken, dat die schoon blijft, dat de materiaal heel blijft en dat het op de goede plek blijft liggen. Ik ben Natasja Hogeheide, ik ben de moeder van Stan en ik ben ook van hem een zorgverlener vanuit het informeel PGB. En waarom verleen je hem zorg op die manier? Omdat Stan heel veel zorg nodig heeft. Stan heeft autisme en een angststoornis. En hij heeft eigenlijk maar onderwijs gehad tot en met groep 7. Toen is hij vastgelopen op school. Ja, dus hij is veel thuis daardoor. Hij kan niet naar school. En hij heeft nu een hele mooie maatwerkplek in het gebouw hierachter. Bij Unity 99. Ik kwam binnen toen ik ongeveer 8 was. En nu geef ik les aan kinderen die 8 zijn. Die nu dan binnenkomen. Kun je misschien aangeven wat er veranderd is bij jou? Vroeger was ik misschien sneller boos. Sneller van 0 naar 100 in één keer boos op in. En dan nu eigenlijk totaal niet meer. Ik ben veel rustiger. Ik kan situaties beter aan in drukke plekken en zo. Patrick is natuurlijk ook gewoon een hele goede leraar. Uiteraard, hij weet heel goed hoe hij zulke kinderen, ook mij vroeger, moet helpen. Op wat hij met kinderen nog moet gaan doen. En volgens mij heeft niet alleen Patrick jou ook geholpen, maar ook je moeder. Ja, mijn moeder heeft altijd goed veel steun gegeven aan mij. Ik kan zeker niet zonder haar. Want op wat voor manier steunt ze jou? Ik denk sowieso dat alles altijd lekker rustig verloopt. Dat het nooit te druk is. Op sommige plekken of thuis, als ik iets druk heb gedaan op een dag, dat dan thuis lekker rustig is. Dat ik lekker kan ontspannen daarna. Alleen kwam er nu vorige maand een zorgwekkende brief voor jullie. Dat je misschien je rol als PGB'er... Voor Stan kwijt gaat raken. Wat dacht je toen je die brief kreeg? Ik was daar heel erg verdrietig van. Ik ging ook heel verdrietig naar huis. Want wat zou er gebeuren als jij niet meer de rol als PGB'er kunt vervullen? Ik denk dat het dan zelfs zo zou zijn dat het heel lastig wordt voor Stan om thuis te wonen. Want ik moet dan meer gaan werken. En wat ik ook heel leuk vind, want dit is ook niet iets wat je doet omdat het lekker makkelijk is. Want ik ben een intelligente vrouw. Ik heb gestudeerd. Ik kan gewoon heel veel. Ik kan echt wel. Ik heb ook ambities. Maar je kiest ervoor om dit te doen. Omdat je wil dat het met je kind goed gaat. En dat je thuis kan wonen. En je betaalt ook een inkomstenbelasting nog over het PGB. Over de dagen dat ik vanuit het informeel PGB thuis werk. Dan is er geen pensioenopbouw. Dus ik snij mezelf bijzonder in de vingers door dit te doen. In de brief staat dus dat niet iedereen meer recht heeft op de PGB. Dat ze daar veel strenger naar gaan kijken, kort gezegd. Dat is natuurlijk om misbruik te voorkomen, wat veel gebeurt. Kun je dat ergens ook snappen? Ik snap altijd dat mensen in de gaten willen houden of het geld wat besteed moet worden aan de zorg wordt besteed. Wat ik alleen jammer vind, is dat ze nu dus de ouders pakken, waarvan hun kind in de jeugdwet zit en niet naar de WLZ kan. En die ouders die allemaal keihard werken om te zorgen dat hun kind ook een toekomst heeft, dat ze die nu het hardst pakken. Wat weet jij van de situatie zoals die nu is? Wat gaat er nou concreet gebeuren? Want het blijft een beetje nu hangen. Ja, ik heb begrepen dat we allemaal in Rotterdam een nieuwe brief krijgen. Nou, daar wachten we allemaal op. Ik ben daar heel benieuwd naar. Het stukje van de tandenpoetsen zal er wel niet meer in staan. Want daar was jij het meest boos over, hè? Ik vond de hele brief eigenlijk heel erg onvriendelijk. Maar dat stukje vond ik echt wel... Dat vond ik zo denigrerend dat dat als voorbeeld werd gebruikt. Alsof dat wij allemaal maar een PGB gebruiken voor tandenpoetsen. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Ik heb begrepen dat de wethouder daar al over heeft, dat er al over gesproken is in de gemeenteraad. En ik heb ook heel netjes een berichtje gekregen van Judith Bokhoven. Met een excuus had ik... De wethouder. Van de wethouder. En dat vind ik hartstikke vriendelijk. Dus nu wacht ik op de nieuwe brief. En ik heb binnenkort ook komt het wijkteam thuis ook om te vertellen over de nieuwe brief. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ik ga er voor 100% van uit dat wij gewoon door kunnen gaan. Dus ik heb al zorgen en regel dingen genoeg.